De meeste hamburgers, ik ben er gek op, kunnen voor mij zo de mesvaart op. Want ze zijn te dun en te taai of te dik, zodat je je mond niet in krijgt. Er zit een broodje omheen dat verschrikkelijk is. Of ze hebben de kaas overheen gesmolten die je zelf nog niet aan een zieke hond zou durven voeren. De meeste hamburgers zijn zo slecht dat ik ze altijd zelf maak. En mijn hamburgers zijn beroemd. Ik grill ze boven een houtskoolvuurtje van heel goed rundvlees en dan weinig dressing. Nou ja, mijn hamburgers zijn geweldig, vond ik. Totdat ik hoorde dat er betere hamburgers bestaan. De beste hamburger van Nederland schijnt gemaakt te worden in Baambrugge, waar ooit de Beach Boys een prachtige plaat opnamen. En ik ga kijken of die hamburger echt beter is dan de mijne. Ik betwijfel het. Dat bijna. Dat stuk buikspek in de hand gegeven. Hi, Henk. Hi, Henk. Jullie zijn verantwoordelijk voor de beste hamburger van heel Nederland. Nou dacht ik persoonlijk dat ik die maakte, maar overtuig me dat die van jullie beter is. Waar begint het mee voor een goede hamburger? Het begint bij de dieren. Maak het nou nog uit van welke koe je een hamburger maakt? Als je hem echt toppie wil hebben. Ja, het verschil in koeien maakt uit. De leeftijd maakt uit, het ras maakt uit. En de voeding die de koe gehad heeft, dat maakt allemaal uit. Met betrekking tot het vlees en de kwaliteit die je uiteindelijk krijgt. En moet je dan oude koeien hebben? Of moet je dan juist van die hele jonge koetjes hebben? Nou, hoe jonger, hoe zachter. Maar hoe ouder, hoe meer smaak. En wat gebruik je dan voor de hamburger? En wat wij dus met het vlees hier doen, dat is dat wij dat vlees vanuit de entrecote, maar van het laatste stukje, dat heet koetsierstuk. Ja? En dat koetsierstuk, dat gebruiken wij voor de verwerking van de hamburgers. Dus jullie hebben geen snippervlees, maar het koetsierstuk, alleen het woord al, het koetsierstuk. Het koetsierstuk. Ik heb gewoon de neiging om er een zweep bij te gaan halen. Ja, nou ja. Maar het woord hamburger is een raar woord, want het suggereert dat er ham in zit, maar dat zit er niet in. Want een hamburger, zoals ik hem maak, en zoals bijna iedereen hem maakt, is van een koe. Ja. Nou, gebruiken jullie het koetsierstuk, maar jij staat ook met een stuk varkensvlees in je hand. Omdat wij dus een mooie lende gebruiken. Dat is keimager vlees. En dat moet dan ook weer tegenover staan, hè? Want een beetje vet geeft ook weer smaak. Dan hebben we dus de koe, dan hebben we de slager en jij bakt dan de hamburger. Ja. Is dit belangrijk dat je hierop doet? Ja, ik vind zelf van wel, omdat je toch die houtskoolsmaak krijgt. En vind ik toch wel iets terug naar dat oerinstinct wat de meeste mannen hebben. We gaan straks bakken. Lekker. Maar mag ik die koeien even zien? Ja. En dat kaskonjevarken. Kaskonjevarken, we gaan er meteen naartoe. Zwarte varken. Het zwart varken, ja. Now if you want something that's good and hot, just eat a hamburger, it'll hit the spot. You can see him on the grill, gonna flip it if not. Makes you wanna do the burger to the hamburger. Hier zijn de varkens, kijk, hier hebben we de Gasconne varkens, dit zijn nog biggen. En die wittere, zijn dat albino kasconjes? Nee, dat is Baamrus big. Dat is een ander ras wat we hier ook hebben. En die zwarte zijn het lekkerste? Voor in de hamburger? Voor een hamburger, ja. Iedere chef kiest daarin ook zijn eigen dingen. Maar hier hebben we echt iemand die enthousiast is over. De Nederlands kampioen die wil kiest dus voor de zwarte. Die kiest voor de zwarte. En maak je ze dan dood als ze nog zo klein zijn? Nee, we laten ze groot worden. Deze zijn, laten we zeggen, 20 kilo en ze lopen nog zeker een jaar. Kaskonnenvarken groeit heel langzaam en wordt pas eigenlijk op een maand of 8 geslacht. Weet je het zo, denk je, met die krat? Hey? Ja, laten we het hopen. Dan lig je lang uit tussen de varkens, dat is wel... Laten we het hopen. Dit... Ja, dat lukt wel. Ja, dit lukt precies. Ja. En welk stuk van deze varkens gaat dan in die hamburger? Is dat uitsluitend de buik? Ja. Brengt hey joh, aan, blijf mijn broek af. Ja, ze heeft je schoenen dan al op, hoor. Ja. Maar ik heb eigenlijk aan de slager gevraagd, stel voor dat ik iemand ten huwelijk zou moeten vragen met een hamburger in plaats van een ring. Ja. Welke hamburger zou dat dan moeten zijn? En zo zijn we samen gaan... En dan kwam je op de buik van dit varken, ja. 20% gaat in het hamburgervlees. Ja. Ja, maar dus, ik mag het thuis ook maken, als ik zo'n stuk buik. Oh, ja, van mij mag je het natuurlijk maken. Ja, maar of je het zo goed kan maken... Dat is een tweede. Dus elk type varken heeft toch een ander smaak. Elk ras heeft een andere smaak. Zou dat bij mensen ook zo zijn? Sommige mensen die smaken heel erg naar rook, denk ik. Ja, tuurlijk.
Nee, maar ik kan me dat voorstellen. Kijk, je kunt dat, je hebt niet veel menseneters meer, dus je kunt het ze niet vragen. Ik zou er best uit willen stappen. Ja, ik pak het maar de als eet ze de krat op. Oh, als vreten ze de krat op? Ja, ze vreet alles op die beesten, dat zie je. Ze eet zelfs aan je schoenen. Ja, daar zijn ze mee bezig. En ze luisteren ook niet. Ze lijken sprekend op mijn hond. Dit is de 20% in de hamburger. Dit is de 20% in de hamburger. En de 80% waar staat die? Dan moeten we naar de koeienstal. Now if you want something that's good and hot, just eat a hamburger, it'll hit the spot. You can see him on the grill, gonna flip it if that makes you wanna do it. Hier al in de stal hebben we van allerlei bomen. We willen koeien in een natuurlijke omgeving laten leven. En een koe is van nature een bosdier, ligt graag onder bomen. Dus we dachten, okay, we gaan een stal bouwen en we doen het met bomen. Maar als ik nou even kijk, hè, dan zie ik allemaal verschillende type koeien. Dat zullen wel verschillende rassen zijn. Ja. Wat is nou de hamburgerkoe? Dit is de hamburgerkoe. Dat is een Simmentaler. Een Simmentaler? Een Simmentaler is een Oostenrijker, een Zwitser? Ja, ja, het is een ras uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Ja. En het leeft eigenlijk vooral in de bergen. En deze koe, maken we van de rug, van het voorste stukje. Ja. Eigenlijk de eerste twee ribben. Kan je het even aanwijzen? Want mensen... Je hebt zo de rug. Ja? Heb je eigenlijk achter de schouder en dan eigenlijk waar de ribben beginnen, bij de eerste ribben. Ja, en dat is, wijs eens. Ja, kijk eens, hij wil ontvluchten. Ze zijn wel speels, hè, die Simmentalers. Ze voelen zich lekker blijkbaar. Maar ze zitten ook een beetje te dollen. Ja. Leg me nou eens uit wat het vlees van die Simmentaler lekkerder maakt voor een hamburger dan dat vlees van die grijze koeien. Omdat ik er toch even iets uitgesproken heb. En gedroogd, laat maar zeggen, heeft er toch iets meer smaak. Jij zei gedroogd? Maar gewoon met een theedoek? Nee. Dat kan de slager zo meteen heel mooi uitleggen. Dat gaat in van die droogkasten. Oké. Dit is een? Dit is een lammetje. Aha, maar die gaat niet in de ideale hamburger. Nee, dat klopt, Henk. Dat klopt. Nou, we hebben de varkens gezien, we hebben de koeien gezien. Wat is nou jouw taak om de ideale hamburgermix te maken? Het vlees wat wij hier hebben, omdat het 4 tot 5 weken gerijpt heeft, kun je dat wat... Rijpen, wat is dat? Ja, eigenlijk is dat het besterven van vlees. En wat is dat? Besterven is dat het vlees op het moment als het gedood is, dat het dan een wat langere tijd nodig heeft om mals te worden. En leg je dat dan op zolder neer? Of? Ja. Serieus? Vroeger deden ze dat wel, de mensen. Vroeger als je ging jagen, zeg maar, en er werden hazen geschoten, dan weet ik nog wel van mijn opa. Die hing dan de haas aan de beide pootjes op in de garage. Een beetje koel mag het zijn. En op het moment als dat haasje van de haak afvalt, dan is het zodanig bestorven, eigenlijk een beetje gefermenteerd. Dan heb je een gehangen haas. Gerot, zeg maar, rustig, want dat is wat er dan gebeurt. En dan valt het van het haakje af, maar is het goed. Hang je zo'n dood varkje, zo'n dode koe ook aan een haak op en als die eraf valt, dan is het goed? Nee, dat doen we niet. Daar is een speciale temperatuur voor nodig en een speciale luchtvochtigheid. En die worden dan in van die kasten gehangen. En dat blijft dan 4 tot 5 weken zo liggen. Maar gaat het niet bederven dan? Nee, want wat gebeurt er? Net als dat je jezelf snijdt, je krijgt een wondje. Dat vlees, dat gaat dicht. Ja. Snap je? En op het moment dat het dicht gaat, dan gaat het van binnenuit, gaat het heel mooi rijpen, noemen wij dat dan. Ja. Maar het droogt ook. Het droogt, hè. Er gaat ook vocht uit. En omdat er dus vocht uit gaat, krijg je die mooie nootachtige smaak. Dit gaat in de hamburger. Dit gedroogde snijden we er dan mooi af. Dan wordt het weer de achterkant. En dan wordt het dit mooie. Dus dit gaat de hamburger in. Dit gedeelte, dat gaat de hamburgers in. 20% van dit, 80% van dat. En dat heb jij zo experimenteel samengesteld. Maar goed, dan is het gemalen. Ja. Is er peper en zout doorheen gegaan. En dan moet hij hem bakken. Dan moet hij hem bakken. Ja. Maar dat is ook een kunst. Well, Texas was a little place called Hamburger Dan. Ik zelf bijvoorbeeld hou van naakte hamburgers. Dus zonder mayo. En dan houden we er eentje zonder mayo? Ja, en ook zonder, alleen met een beetje tomaat. Nou, doen we voor jou een Henk special. Ook zonder ketchup. Nou, een klein beetje. Deze is gerookt. Oh, lekker. Ja. Zo.
Ja, kan ik ook. Dan hebben we whisky-uien. Whisky-uien? Ja. Oh, dan lust ik er wel twee van. Heb ik een karamel gemaakt van whisky. En dan blus ik ermee af, de uien. Ja, en dat trekt er dan helemaal in. Dan hebben we hier gedroogde tomaat van Cor de Beuf. Dat is een tomaat die heeft een beetje een buitenkant van een pompoen. Dat gebobbelde. Dan gaan we nu de hamburgers erop gooien. Oké. Okay. Top. Nou hou ik eerlijk gezegd persoonlijk nogal van een beetje rosé. Ja, ja, zelf ook. Zou me ook aanraden op deze. Omdat de manier waarop hij zei ook dat, dat hij wat grover gemalen wordt. Zou je het bijna kunnen zien als een steak tartaar. Ja, en dat is zonde om die natuurlijk helemaal te gaan bakken. Ja. Of überhaupt door te gaan doen. Ja. Waardoor je dus eigenlijk veel korrelige structuur krijgt als je hem dus helemaal door gaat doen. Kijk, maar, wij zitten wat dat betreft helemaal op één lijn. Op één hamburgerlijn. Nee, ja, dan, nou, ik zou zeggen, laat zien hoe je ze bakt. Top. Dan gaan we dan. Now if you want something that's good and hot, just eat a hamburger, it'll hit the spot. You can see him on the griddle going flippity-flop. Makes you wanna do the burger to the hamburger. Dan sluit ik deze af, dan blijft de warmte er mooi in. En de rook. Dus dan krijg je mooi die rokerige smaak erop. En dit is dus de Nederlandse kampioen hamburger. Ik moet zeggen, het ziet er een beetje uit als een prachtige paddenstoel. En iedereen, dat is natuurlijk het leuke van een hamburger. Iedereen die kan het een beetje op zijn eigen manier dressen. Nou jongens, ik zeg al, bewijs van de smaak wordt nu geleverd. Perfect qua garing. Ja. Mooi rosé tegen het rood dan, vind ik lekker. Het vlees is zo ontzettend lekker. Ja, dat maakt dat wel echt heel veel uit. Het kost me heel veel moeite om te zeggen. Ik maakte zelf de hamburger die de trots van Utrecht was, tenminste in mijn kenniskring. Deze is volstrekt superieur. Maar volgend jaar maak ik hem ook zo, hoop ik. Dankjewel. Graag gedaan.